Wij zijn zojuist aangekomen bij het McDonald's Playhouse en het is de bedoeling om rode McDonald's te vinden. En degene die hem als eerst vindt, wint. Dat is een makkie. Die ga ik zeker weer overslaan, vriend. Daar zou ik maar niet van overtuigd zijn. Like en abonneer, want anders komt rode McDonald's straks achter jou aan. De kijkwijzer is in beeld geweest. Laten we gaan beginnen. En even voor de duidelijkheid, het is niet de echte rode McDonald's, maar het is gewoon een pop van rode McDonald's. Maar hij ziet er wel echt heel erg echt uit. Maar het is eigenlijk gewoon een replica. Maar laten we even gaan zoeken, man. Oh my freaking god. Ik ben dus heel erg benieuwd of we rode McDonald's kunnen vinden. Dus laten we even gaan klimmen. Nee, tot nu toe nog niet. Wacht, misschien moet ik via hier. Of ja, dat kan wel toch? Oh, kan ik via hier naar. Oh, ik kan serieus naar binnen via de glijbaan. Oké, dat is best wel cool. Dat is wel lekker een live hack. Laat ik even naar boven gaan. En kijk eens, ik heb rode McDonald's gevonden. En ik hoop dat ik als eerste ben. Dat ga ik je niet vertellen of je als eerste bent. Maar in ieder geval, kom zo meteen lekker naar mijn McDonald's toe. En mijn happy meal bestellen. Want je kunt namelijk een rode McDonald's speeltje krijgen. Oh, echt? Hoe super cool is dat, Ronald? Oké, Ronald is best wel cool eigenlijk. Ik zeg je eerlijk. Precies, dus je weet waar je het voor doet. Oh ja, ik ben wel een pop, dus ik kan niet bewegen. Is dat zo? Ja, oké, dan komt dat ik tegen je aanloop. Maar goed, weet je, dankjewel, rode McDonald's de pop. Het lijkt niet echt op een pop. Hij lijkt wel echt levensecht, joh. Kunnen wij trouwens voor de 2 likes gaan? Want hoe 2 likes zou fantastisch zijn, want ik ben een super, super grote kleine YouTuber. Ja, ik ben echt niet meer zo groot op dit moment. Maar YouTube is ook gewoon radicaal aan het veranderen, hè. Laat even lekker naar de auto gaan lopen, want ik heb mijn auto's namelijk hiervoor geparkeerd. En laat ik even gaan glijden. Joei, kan ik hier glijden trouwens? Oké, ga ik er vanaf? Oké, kom aan. Not yet. Oké, misschien nu? Ouch. Oké, ik ben wel beneden, maar het is niet echt glijden. Goed, laten we gaan, Bram. Okidoki, is helemaal goed, jongen. Mooi. Komt u maar erbij. Oké, daar gaan we dan. Maar, je hebt eerst de toets, toch? Ja, man, dat klopt. Ik moet zometeen wiskunde doen en ik ben er zo slecht in. Maar ik zou wel een Happy Meal willen, maar ik heb helemaal geen geld. Dan krijg je van mij een Happy Meal als je minstens 7,5 haalt. 7,5 voor een vak die ik lastig vind? Is een 6 niet voldoende dan? Tja, ik moet wel een hele Happy Meal van Ronald McDonald's die je zo graag wil investeren, hè? Dus je weet waar het voor doet. Plus, je kunt je punt namelijk ophalen zodat je gemiddeld ook wat hoger staat. Want gemiddeld sta je maar een 5 of ja, 4,8 voor rekenen. Die 7,5 zou wel veel beter staan, toch? Ja, dat is waar. Met de 6 zou ik het misschien niet eens redden om een voldoende rapport te krijgen. Daarom. Dus je weet waar je het voor doet, jongen. Goed, laat ik even naar de McDonald's gaan rijden. Ik weet niet hoor, ik zei net McDonald's, maar ik bedoel dus eigenlijk de school. Want ja, Bram moet eerst even naar school toe om even te leren. Of een proefwerk te maken. En daarna kan hij dus lekker mee. Oké, dus hier moet het zijn, hè? Hey Bram, veel plezier met je proefwerk. En dan zie ik straks, ja? Okidoki, dankjewel, hè. En minimaal 7,5, hè? Nou, die heeft het ook weer gehad. Hey, wat heeft het betekenen? Oh, pas een beetje op. De loom. Ik ben echt zo stom. Maar hè? Je bent een slechte YouTuber. Hè? Hier, pak het aan dan. Hey, dit is nergens voor nodig, hè? Alsjeblieft, zeg. Stop ermee. Hier, dit kun je krijgen van mij. Alsjeblieft, je gaat hem niet met je elkaar in elkaar lopen timmeren. Letterlijk met een hamer. Hier, dit kun je leren van mij. Dit laat ik niet nog eens gebeuren. Maar laat even naar huis rijden. Misschien wil mijn vriendin ook wel McDonald's of zo. Ik weet het niet. Ja, ik hoop maar dat ze McDonald's wil. Dus weet je, ik ga even lekker naar huis rijden. En we zijn dus weer bijna terug thuis aangekomen. En ik hoor je trouwens al denken van, hè, waarom upload je ineens maar 2 keer per week op Daily Game in plaats van elke dag? Heb ik zomaar redenen voor tot en met 30 april, zeg maar. Of ja, eigenlijk zeg maar begin mei. Doe dat ook eventjes, zeg maar. En daarna ga ik even kijken of ik elke dag ga uploaden of niet. Voor nu ga ik even 2-3 keer per week aanhouden. Omdat ik gewoon meerdere projecten heb lopen. Vooral Daily natuurlijk. Ik ga vandaag ook niet uploaden op Daily, omdat ik morgen iets geks wil doen. Ik wil liever 1 goede video hebben dan 2 slechte. Dus dan zeg ik, dan ga ik voor die goede aimen. En ik heb ook een nieuw kanaal erbij natuurlijk. En dat is mijn Engelse short kanaal. En daar heb ik iets minder tijd over. Dus ja, ik moet ergens een keuze maken erin. En dan dat ik zeg van, weet je, Daily Gaming. Laat ik daar even iets minder op uploaden. Daily is wel mijn hoofdkanaal. En dan wil ik wel gewoon doorgaan. Maar niet alleen maar GTA. Ik denk dat dit wel het beste GTA kanaal is. We zijn dus binnen aangekomen. En ik denk dat ik een schatje moet aanspreken. En kijk wat ze wil eten. Hallo lieverd. Hey Delano, alles goed met je? Ja hoor, met jou schat. Je mag het ook goed hoor. Hey luister, ik heb nou ook een restaurant gereserveerd. Kunnen we vanavond heen met z'n tweeën? Oh, echt alleen een klein probleempje. Wat nou weer? Hou jij de McDonald's-app niet in de gaten? Want, hey, lieverd, we gaan toch ook wel eens naar de McDonald's? En jij weet toch hoe graag Bram nou de McDonald's wil eten? Gaan we weer, alsjeblieft, zeg. Ik had weer een keer iets leuks en dan ga je dit zeggen. Lieverd, het is niks persoonlijks of zo, maar echt. Probeer die app een beetje in de gaten te houden. We kunnen echt wel samen een keer gaan eten gaan. Maar je weet, we gaan naar de McDonald's als er iets nieuws is. Weet je, zoek hem maar lekker uit. Kun je echt eens uitzondering maken? Nee, sorry, dat ga je niet. Zoek hem maar lekker uit, zeg. Ik hoef je niet meer te zien. Mooi, zijn we ook van je af, zeg. Oh, wat vervelend dit. Weet je, laten we gaan. Ja, verder is ook helemaal niemand thuis natuurlijk. Alleen die doggo. Hey, mag ik een knuffel? Ouch. Oké, ik moet niet tegen je hand aanspringen. En we hebben namelijk elektrische gitaren staan. Ja, mensen, die hebben we ook aangeschaft. Leuk, hè? Maar laten we lekker racen. Ik denk dat het een goed plan is. Want ik denk wel dat Bram zover klaar is met school. Hij moest ook wel een uurtje proefwerk doen. Maar gelukkig heb ik mijn 5 minuten van mijn school af. Anders had ik helemaal ver moeten rijden. Oké, we gaan een keer stunten. En ik wil gewoon kijken of we eroverheen kunnen. En gaat het lukken? Nou, nee. We hangen in de boom. Tot nu toe ziet het wel uit dat we uit de boom aan het vallen zijn. Doen we dat? Ja, gelukkig maar. Maar goed, weet je, laten we naar school gaan racen. En nogmaals, voor de mensen die nu nog aan het kijken zijn. Ik weet zeker dat een paar mensen alsnog zijn vergeten. Gooi even die like op, mensen. Dat zou echt fantastisch zijn. Hoe meer likes, hoe beter. En abonneer natuurlijk. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dan zie ik je weer op school. En daar zijn we dan. We zijn bijna op schooltje aangekomen. En laten we hier ook gewoon even lekker naar binnen schieten. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus laat ik even mijn auto neer gaan zetten. En in de doodstijd om even naar binnen te gaan. En daar gaan we dan. Oké, we zijn dus aan school aangekomen. En oh, wat een puinhoop is het hier. Ja, kijk, wel verwachten zo'n verlaat schoolgebouw, hè. Alsjeblieft, zeg. De lampen doen het soort van wel nog. En ja, verder alleen maar licht. Er zitten wel gewoon mensen. Yo, man. Hoe is die met jou dan, hè? Alsjeblieft, we gaan naartoe. Oh, ga je tegen de muur aan lopen? Nou, ja, prima. Als je dat lekker wil doen. Ik schijn alleen maar in je gezicht, joh. Doet dat niet zo moeilijk. Oké, kunnen we hier overheen lopen? Ja, tot nu toe gaat dat wel. Oké, mooi. Het is gelukt. En help!
op. Help alsjeblieft. Wat gebeurt er? Wat gaan we nou krijgen? Oh my god, ben je al serieus? Hey, topper is mee. Dit kun je niet maken, hè? Hier, dit gaan we met jou doen. Stop. Hey, ga je niet doen, hè? Een beetje bramlopen aanvallen. Zijn die gek geworden? Alsjeblieft, zeg. Hier, jullie gaan allemaal liggen. Nee, allemaal weg jij. En jij ook. Ben je helemaal gek geworden? Beetje Bram lopen aanvallen. Bram, is alles oké met je? Ja hoor, het is oké met me. Ik heb heel veel pijn, maar laten we lekker naar de McDonald's gaan. Ik heb trouwens een 8 gehad voor mijn toets. Oh, maar Bram, ik ben trots op je. Weet je, laten we gewoon doen wat je zegt. Maar goed, weet je, laten we gewoon even lekker vandoor gaan. En oh my god, ik maak wel een hele grote sprong nu. Ja, ik kan wel springen, jongens. Het is niet dat ik niks kan. Hallo. Bram is alvast naar de auto toe. En ik kom er lekker achteraan. Wat vind je daarvan, Bram? En dan heb ik niet over Bram Krikken, maar gewoon Bram, de student. Ja. En daar is mijn Otto. En legends zeggen dat hij gewoon lekker een dutje aan het doen is. Goed, ik ga lekker instappen. En ik ga eerst even mijn ouders vragen of ze naar de Mac willen trouwens. Want misschien willen ze ook wel McDonald's. Oh ja, goed idee. Ja, misschien even de handig zijn dat we nog gaan vragen. Want misschien vinden ze inderdaad wel lekker. Ja, toch, dat wil ik net zeggen. Dus weet je wel, mensen, laten we naar de ouders gaan rijden. En als het goed is, wonen ze helemaal niet zo heel gek van vandaan. Het enige wat ik hoef te doen, en dat kan ik je zo bewijzen, is deze straat helemaal uit te rijden. En dan komen we er wel. Of ja, niet helemaal uit te rijden, maar gewoon een stukje verder rijden. Niet hier, maar daar. Kijk eens, jongens, daar is ons huis. Laten we lekker naar binnen gaan. Zo zie je maar weer, we zitten echt dicht op school. Daar gaan we nog geen minuten vanaf. Ik ben zo terug, Bram. Oké, ik ga even mijn ouders vragen. Misschien willen ze ook wel iets van McDonald's hebben. Oké, lekker even een baas weg doen. Misschien al een goed idee. Pa, maar, hebben jullie toevallig zin in de rode McDonald's Happy Meal? Rode McDonald's Happy Meal, ja, lekker. Ik wil zeker eentje eten. Ik ook, lieverd. Kun je er alsjeblieft voor mij halen? Ja, sure thing, wil ik best doen. Dus weet je wat, ik ga lekker naar de McDonald's toe en ik haal even een Happy Meal. Ondertussen Bram lekker in de auto en dan ga ik er even lekker naast zitten. Hey Bram, ze willen lekker McDonald's, man. He, dat rijmt. Nou, leuk toch? Ja, leuk. Ordinair. Zeker. Maar wat hoop je vooral uit de rode McDonald's Happy Meal te krijgen? Je hebt nou 4 van die speeltjes. Je hebt rode McDonald's. Je hebt Gibbous. Je hebt die ene eend. Ik weet niet hoe die chicken heet, zeg maar. En je hebt Mr. Speedy. En voor de mensen die willen weten wat Mr. Speedy is, morgen ga ik een hele bijzondere video Delhi doen. En ik hoor je nu wel een beetje denken van wat voor video ga je doen. Een video die nog nooit iemand eerder heeft gemaakt. Dus voor het antwoord op de vraag ga ik daar later even antwoord op geven. Want voor de rode McDonald's kwam, had je mijn oude rode McDonald's, die heb ik al laten zien. Maar daarvoor had je nog rode McDonald's en die hebben we nog niet laten zien. Of ja, dat is niet eens rode McDonald's, die had een hele andere naam. En het ziet eruit dat het een beetje vol hier is. Waarom kan ik parkeren? Oké, misschien die man moet zijn gaan binnenrijden. Dus schrijf wat Duke eten. Hé, schiet eens op, man. Ja, ja, even rustig aan, hè. Ik moet even parkeren. Oh, oké, nou ja, duidelijk. En alsjeblieft, ben je serieus? Rolstoel die geparkeerd is, een kartauto, een RC-autootje, ja. Sorry hoor, maar die RC-auto gaan we mooi even aan de kant leggen. Zo, bam. Daar wil ik even niks mee te maken hebben. Bram, ik ben zo terug. Oké, laat ik even naar de McDonald's gaan. En kijk eens, Ronald McDonald's ziet er best wel speng uit, man. Ik zweer het je, die ziet er echt lijp uit. Mooie tekening van Ronald McDonald's. Laten we. Oh my god, het was super druk hier. Oké, die rij is wel rustiger. Maar hey, wacht eens even. Hoezo staan er 8 of 9 mannen? Hoezo staan er iets van 6 vrouwen? En hoezo staan hier maar 3 mannen? Oké, ik ga hier even achter staan, denk ik. Ik vind het een beetje raar dit. Dus ja, laten we even op wachten. Oh, godverdamme, eeuw, ik snap het wel. Oh my... Oh, godverdamme. Nou, duidelijk. In ieder geval ben ik nu eindelijk aan de beurt. En hey meneer, zou ik alsjeblieft 4 Happy Meals mogen? Ja, maar natuurlijk meneer, dat kost u dan €100. Wacht, €100 voor wat? Oh my god, €25 per Happy Meal? Inflatie, we moeten alles gaan redden. We moeten het klimaat gaan redden. We moeten de wereld gaan helpen. Dus daarom dat het zo hoog duur is. Tja, ik snap het, we moeten de wereld helpen. Maar ik weet niet of dit een manier is. Maar goed, weet je, bij deze €100. Alsjeblieft meneer. Dankjewel jongen, en fijne dag hè. Fijne dag meneer. Oké, laat ik even wegrijden. Ik denk dat het een goed idee is. Oh, die opa zit hier ook nog steeds hè. Hoi, Scorimo. Sorry, die auto is voor mijn kleinzoon. Je mag de schade gaan betalen. Hé, rotzak. Hé, dat dacht ik even niet. Laat ik er even lekker vandoor gaan. Mijn god, zeg. Wat een gewelddadige opa is het. En de Happy Meal zit lekker in de auto te zien. Oh, ik heb even honger hoor. Ik wil weten wat een speeltje ik heb. Ja, maar eerst even alles opeten. En ook de appeltjes dit keer, meneertje. Ja, baas. Ik eet die appeltjes wel een keer op. Mooi. Goed, weet je wat? Laat ik even naar mijn ouders gaan rijden. En even de Happy Meals aan mijn ouders ook gaan geven. Want hun hebben ook een Happy Meal besteld. Laat ik even ondertussen kijken wat ik heb. En hey, ik heb gewoon Grimmers. Wat cool dit. Bram, wat heb jij? Oh mijn god, dit meen niet. Ik heb gewoon letterlijk rode McDonald's. Oh, wat cool dit. Ik weet niet wat mijn ouders gaan hebben, maar dat gaan we zo meteen even zien. Misschien hebben we wel een duplicaat of weet ik wat. Of het zijn gewoon 4 originals. Je kunt 4 varianten krijgen. En ik vind het wel leuk eigenlijk dit. Goed, laat ik even mijn auto gaan parkeren en even naar binnen gaan. Ik ben zo terug, Bram. Oké, tot zo. Laat ik even naar binnen gaan. En ja, ik denk dat ik even die Happy Meal ga geven. Oké, ik kom dus weer terug binnen aan. En oh my god, dat meen niet. Wat is met hun gebeurd? Wat zijn ze slapen? Een dutje aan het doen? Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ik vind het een beetje raar dit. Voor mij liggen ze allebei gewoon slapen. Ik weet het niet. Maar ook even naar boven toe. Ik moet even mijn haar gaan kammen. Want ik denk, mijn haar is echt een kakje, man. Dus laat ik dat even gelijk gaan doen. En hey, ik heb helemaal geen milkshake besteld. Wat je dit mee te betekenen? En auw! Wat je serieus? Oh my god, dat meen niet. Hey, dit gaan we niet doen naar milkshake. Wat ben je serieus? Wacht, oh my god. Dit meen je gewoon niet. Wacht, is dit letterlijk een milkshake? What the hell? Oh, dit is wel heel raar dit. Nou, in ieder geval, bedankt voor je knuppel, milkshake, meneer. Ik weet niet wat jij bent, maar ja. Yeah. Ik had niet zo'n grote grimmershake besteld. En ik weet niet of een grimmershake kan bewegen. Goed, laat ik snel vandoor gaan. Bram, er is wel serieus iets heftigs gebeurd met mijn ouders, man. Laat ik even naar uit gaan stappen. En waar is Bram nou weer gebleven? Bram, waar is Bram? Nee, dat meen je niet.
Mensen, dit vind ik echt niet leuk hoor. Ik zweer het, dit vind ik helemaal niet leuk. Laat ik even lekker rijden. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker naar huis te gaan rijden. Want ja, we moeten hier nog verder zoeken, hè. De avond begint te vallen. Het maantje komt tevoorschijn. Terwijl de zon achter de wolken duikt, is iedereen blij. Nou, ik kan gewoon rijmen en dit is gewoon pure freestyle dit. Wat vind je daarvan? Like als je het een mooi gedicht vindt. Nou ja, ik weet niet hoe mooi het is, maar het is een gedicht. Laat ik het even zo zeggen. Goed, wij komen thuis aan en oh my god, die sunset is zo nice. Laat ik even genuut stappen en even naar binnen gaan. Lieverd, ik ben weer terug thuis. En waar is Lieverd dan weer gebleven? Oh, dit meen je niet. What the hell? En wacht, waar is zij? Wacht, waar is Lieverd? Oh nee, ik weet niet waar ze is. Misschien is het tot het restaurant, hè? Ah, zonder iets te zeggen. Oké, ik ga even naar haar toe. Ik vind het sowieso raar dat ze niks meer verstuurt. Wacht, misschien moet ik even mijn telefoon kijken. Ze zeggen dat het vaak wel kan helpen. Dus ik ga even mijn Instagram even openen. En misschien, want ja, ik spreek even hier tegenwoordig. Wacht, Ronald McDonald's? Haha, leuk je gezien te hebben. Keer om 3 uur 's nachts terug naar de oude vertrouwde McDonald's. Tot daar. Wacht, wat? Oké, nou ja, duidelijk. Ik moet naar de oude vertrouwde McDonald's. Weet je wat ik zeg? Instappen, wegrijden. Maar het begint wel echt laat en laat te worden. Het is echt verschrikkelijk dat het nu al zo laat is. Oh my god. We gaan springen. Oké, gaan we erin kruimen? Ja hoor. Oh, we doen het best goed. Lekker man. Oké, nou, zo lekker is het dus. Maar goed mensen, weet je wat ik ga doen? Ik ga denk ik even naar het restaurant toe. Het begint al laat te worden. En gewoon ook echt donker te worden mensen. Dus ik ga er lekker op af. Wij komen dus bijna aan bij het Ronald McDonald's. Of nou ja, niet bij Ronald McDonald's, bij het restaurant. Dus het is heel anders dan McDonald's. Maar hey, kermis is wel leuk hier man. Oh, sorry. Blijkbaar heb ik iets te hard gereden. Ja, dat is niet de bedoeling. Ik moet wel een beetje voorzichtig hier zijn natuurlijk. Dat is wel logisch. Maar goed mensen, weet je wat? Wij komen in ieder geval lekker aan. En oh my god, wacht, is dat Grimmis? Hey, dat meen je niet. Wat dit betekenen? Oh my god, dit kan toch niet? Lieverd, waarom doe je dit? Het is klaar, Delano, ik hoef het niet meer te zien. Wacht, is dat zo? Grimmis, dit gaan we niet doen, hè? Alsjeblieft, zeg. Zo, weet je, het is voor mij ook klaar. Dag. Ik hoef het niet meer te zien, schat. Noem maar niet zo. Oké, wat jij wilt. Dag, schat. Nou, weet je, ik ga lekker naar McDonald's toe. Ik denk dat het best is. De McDonald's schijnt al in de buurt, want als ik hier gewoon even naar rechts ga en ik ga voor mensen, moeten we naar links toe ergens, dan kom ik er wel. Oké, bam, 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 bam. Het enige wat ik hoef te doen is lekker rechtdoor te rijden en even naar links te gaan. En als het goed is, gaan we zo meteen Ronald McDonald's te zien krijgen. En nu is het klaar, Ronald McDonald's. Ik zweer het je, man. Wat jij hebt gedaan, dat kan dus echt niet, hè? Oh my god. En ook, ik rijd er een boom aan. Ik ben niet van plan om vandaag bomen te knuffelen. Ik ben vandaag van plan om auto te rijden en even naar de McDonald's te gaan en even mijn Happy Meal te bestellen om 3 uur 's nachts. Want zo laat is het, hè? Goed, laat ik even uitgestappen en eens even kijken, hoor. Hallootjes, doe voor mij maar een... Wacht, waar zijn ze nou weer gebleven? Oh my god. Oh, help, help alsjeblieft. Wacht, wat? Wat heeft dit te betekenen? Help, alsjeblieft, help me. Oh my god, Ronald, ben je heel serieus? Hé, dit gaan we niet accepteren, hè? Hier, Ronald, dit is wat we met jou doen. Zo, bam. Oké, bam. En nog een keer, bam. Zo, ben jij helemaal besodemieterd? Oké, we hebben Ronald McDonald's in ieder geval te pakken, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en ciao.